We hebben weer een hele mooie nieuwe set binnen. Een sjaal, een trui, een broek. En dan even, ja, die laarzen, die heb ik volgens mij alleen nog in 36 of 37. En daar heb ik er net ook bij, Sjan. Ja, die zijn ook heel mooi. Dat was eigenlijk ook een hele goede match, die snake boots. Kijk dan die kleuren, hè? Ja. Nou, ik zal gewoon even vooraan beginnen. Doe. We hebben een nieuwe sjaal binnen. Die zijn 1995 en dat is dan toch maar weer een panterprintje. Maar nooit helemaal weg, hè? Het komt iedere keer weer terug. En nou ook hierbij, ja, ik vind dit echt... Ja, ik zou hem zo weer mee naar huis nemen. Hij is een super zacht, volgens mij. Hè? Het is een hele zachte kwaliteit. En ik denk dat... het is 50% viscose met 50% katoen. Een beetje taupkleurig panterprintje. Een schone panterprint, zeggen wij dat dan. Want je hebt ook ooit een beetje die ordinaire panterprint. Ja, ik zeg maar gewoon wat ik denk altijd. Soms had het een ordinaire panterprint. Ja, maar deze is mooi vol van kleur. Ja, ik vind dit dan meer panterprint klinkt ook zo goedkoop. Ja, een dierenprint. Ja, dierenprint. Ik vind het altijd een beetje zo'n safari moet hebben. Hè? Op safari. 1995 zijn ze. Dan hebben we een nieuwe trui binnen. En dit is een viscose mix zonder wol. Echt een oversized model. Dus die kunnen heel veel mensen aan. Ik heb maat 38. Ik vind de kleur bij maat 36. En je kunt ze dragen sowieso op maat 46. He, een driekwart mouw zit erin. Hier zie ik nog een ribbeltje overheen gebreid. Het is iets of wat gemêleerd als je goed kijkt. Zie je dat? Ja. En hij is dwars. Ook. Ja, en ook volgens mij 39 en 95. Ja. Dat vind ik geen geld. Ja, toch? Voor zo'n grote trui. 39,95. En dan gaan we eens in de stad zoeken, want ik kan niks vinden. dan de broek. Dit is een comfy, zo'n comfy pants noemen wij dat. Boven de elastische trui-band met een koordsluitingje erin. In een matte bronskleur. Ook een schoon kleur. Heel mooie kleur, ja. Ja, het is geen gouden broek. Echt absoluut niet. Maar het is net even zo'n koper glansje eroverheen, hè? Leather look, heel veel stretch erin en aan de binnenkant voelt hij lekker zacht. 1 maat. Ik denk dat deze beste past van maat 38 tot en met 42. Maar ik verschiet er niet van als iemand met maat 44 en dan een bepaald figuur, hè, dat je wat rechtere heupen, rechtere billen, zeg maar, hebt. Ik heb altijd ronde heupen, ronde billen. Dan heb je best wel wat plaats nodig. Maar als je wat rechtere heupen, plattere billen, maar wel een buikje hebt, dan kun je veel meer aan, Sjan. Ja, dat zien wij hier in de winkel altijd. Ja. Kijk, want er kan nogal wat in. Ja. En dan heb je op de benen bijvoorbeeld maar 42. Ja, dan gaat dat toch wel lukken. En dit zijn echt van die fijne broeken. Ik denk dat ik het zelf ook niet. Dat denk ik wel, zo te zien. Ja, maar ik vind dit mooi, een fijne broek om een lange subtiel, trui. Hè? Ja, en een lange trui erop. Ja. Ik hou ervan, in de winter ook, van die lange truien. Dan moet ik wel zo'n soort broek op. Dus, nou, en 39,95 vind ik ook weer een hele leuke prijs. Nou, ik zeg al, die laarzen die heb ik niet veel meer. Die kan ik goed alleen nog maar in maat 36 en 37 hebben. Die zijn 59,95 en dan had ik een sjaal toch? Oh nee. De tolbek. En ik doe mijn sjaal weer even om, want ja, dan is het platje compleet. Ja, en ik heb eigenlijk nog een mooie trui meer, maar ja? Met die franjes onder. Oh, zou ik doe ik daar wel een ander filmpje van maken. Okay. En je kunt hem vast laten zien. Ja. We laten hem vast zien. Maar die zal ook wel leuk op die broek staan, ja. Het is een beetje dezelfde kleur. Kooltruitje, dit is dan met een V-hals, waar ook weer heel veel mensen, vooral als je maar grotere cupmaat hebt, ja, dan is zo'n V-hals altijd heel fijn. Maar weet je, deze gaan we dadelijk ook opzetten, want ik vind het wel gewoon in die sfeer, hè? Ja. Super mooi. Dat komt dadelijk. Die is ook 39,95 trouwens. Dit vind ik dan ook weer kei mooi. Die toteback, 2 maten. Ik heb zelf een echte toteback. Ja, niet dat in deze geen echte. Het is wel een echte tas, maar ik bedoel, toteback is eigenlijk van Marc Jacobs en daar zijn hele dure tassen. Ik heb die thuis niet voor mezelf gekocht, maar die heb ik ooit van de kinderen gekregen. Want ik ben daar veel te. Ja, dat gun ik mijn eigen dan niet, hè? Dus de kindjes die gunnen dat mij wel. Die hebben er ooit eens met Sinterklaas gegeven. En ik heb echt al bij Sjan. Ja. Met hem altijd bij. Albei. En dan de kleine tasje. Ja, deze maat. Ja. En er kan zoveel meer in als waar je denkt. Er zit een flesje water. Ik heb zo'n klein paraplu van Zara. Van die klein witte wel. Ja.
dan ga ik naar de stad en dan douw ik het er ook nog allemaal bij. Ja, die heeft het geld wel toch opgebracht. Je hebt 2 jaar. Maar ja, goed. Dit is dan niet de echte, maar hij lijkt er ontzettend veel op. En hij is ook heel mooi gemaakt en die letters ingedrukt. Ja. Dus niet als een soort van sticker erop, maar echt erin. Ja, kei leuk. Aan de binnenkant nog mooie vakjes. Er zit nog een lange riem zelfs bij. Hè? Als je daar met de lange riem wil dragen, kan op. Ik heb mijn eigen zelf aangeleerd om het gewoon aan die handvaten te dragen. Zijn de handvaten? Ja. Hengels. Ik zeg altijd hengels, hengsels te dragen. Om, als ik een tas schuin draag, zeg maar, krijg ik altijd pijn in mijn nek, maar ook hoofdpijn. Dus ik doe al jaren. Het is niet goed voor de truien. Nee, dat ook nog. Ja, als je dan een mooie trui aan hebt en dan zo'n band eroverheen, ja, dan wordt het allemaal niet mooier van natuurlijk. Maar ik ben het voor het zo gewend. Ja. Ik heb het altijd in mijn hand vast. En dat is prima, dat is fijn. En fijn, die kleintjes 29,95, de grote 39,95. En we hebben meer kleuren en meer modellen op de website staan. Want als nu die gaat wat mee op inkoop en dan ben ik net wel eerder klaar. Dus dan duiken we die tassen in. En dan proberen we elke keer ook een paar mooie tassen mee. Je kunt het allemaal bestellen op onze website babbel.nl.